Hartelijk welkom bij deze Bijbelstudie. Deze keer heb ik ook een zeer ernstige Bijbelstudie. Een Bijbelstudie met een ernstige waarschuwing. Ik ga namelijk spreken over een heel belangrijk profetisch woord uit Ezechiël 34, waarvan ik een tekst heb genomen, 12b, op de dag van wolken en duisternis. Wat betekent dat nou? We leven in een turbulente tijd, waarin in de wereld een financiële ineenstorting staat te wachten. Het Babylonische systeem wordt langzaam maar zeker afgebroken en overal vallen banken in elkaar. En dat gaat van kwaad tot erger. Ook ons eigen land wordt niet gespaard, want recentelijk is er weer een bank door de Nederlandse staat overgenomen. En zo vallen in Europa de banken als dominostenen achterover. Regeringsleiders, waar je ze ook vandaan hebt, proberen aan ons te vertellen dat we even door een crisis heen moeten, maar dat het dan weer goed komt. Ik zal u luid en duidelijk vertellen dat het allemaal smerige leugenaars zijn. Wolven in schaapskleren. En dat is ook onze regering. Beatrix en haar regering zijn een soort Alibaba en 150 rovers in de Tweede Kamer, die niks anders doen als bij ons, als volk, ons leeg, kaal plukken. Nu zijn de bejaarden aan de beurt. Je zal toch maar je hele leven lang hard gewerkt hebben en een paar spaarcenten. En de regering komt even langs om het even af te romen. Dat is wat er aan de hand is. De kerken zwijgen oorverdovend. Want zij hebben niet door in wat voor tijd we leven. Ja, zegt de evangelische wereld, Jezus gaat komen. Maak je niet ongerust. We worden voor de grote verdrukking opgenomen. Dat zag ik recentelijk weer op een Bijbelstudie van een meneer Van Zon. Meneer Van Zon, die dan zijn eigen naam gebruikt om zijn waar aan te prijzen. Ik noem dat maar zo. Het zijn allemaal evangelisten die zichzelf hebben benoemd. Prachtige klinkende namen genomen. Ze hebben een website gebouwd en daar kan je al hun artikelen kopen. Die kan je in een winkeltwagentje doen en dan kan je dan de kassa afrekenen. Deze man, die meneer Van Zon, die had een studie, die kan je op de YouTube zien. En die beweert dus dat de gemeenten van Christus niet door de grote verdrukking heen hoeft. Hoe die droom komt, weet ik niet. Maar het is niet wat er in de Bijbel staat. En tegen zulke lieden zal ik me tegen verzetten. Ook tegen een David Maasbach en zijn consorten. Die al jarenlang een vals evangelie verkondigen. En de kerken doen maar niks. Want die worden zelfs ook steeds slechter en slechter. Je hebt vrouwelijke predikanten. Je hebt lichte en zware kerken. Die kerken weten niet meer na de reformatie wat ze met zichzelf moeten aangaan. Dus ze fuseren maar in de hoop dat ze zullen overleven. Het is nog een klein beetje godsdienstig in Nederland, schijnbaar, maar ons volk is op stervens na geestelijk totaal dood. Nou, omdat niemand daar iets van zegt, voel ik me verplicht om dat zelf te doen via dit medium. En daarom ga ik hier spreken over Ezechiël. Ik ga met u behandelen Ezechiël 34 en dan ga ik eerst 31 versen lezen. Ik hoop dat u de video of de geluidsdrager stilzet, uw eigen Bijbel pakt en meeleest, want het gaat namelijk om u. U kunt wel naar mij kijken en luisteren, maar als u zelf niet onderzoekt, heb je er nog niks aan. Dus ik zal u aansporen om Bijbelstudie te gaan doen, want er komt wat op ons afzetten. Dat ga ik u nou meedelen. Ezechiël. Het woord des Heren kwam tot mij, mensenkind. Adamiet, het is geen Turk of Marokkaan of Hottentot. Mensenkind, een Adamiet, een blanke. Profeteer tegen de herders van Israël. Wie zijn die herders?
Dat zijn onze politiek, dat is onze koningin, dat is onze minister-president, dat is onze parlement, zoals wij dat ingedeeld hebben, enzovoort, enzovoort. En dan komen al die kerkelijke hoogwaardigheidbekleders, predikanten, evangelisten, ga zo maar door. Dat zijn onze herders. En tegen die mensen praat Ezechiël in opdracht van de Heer. Profeteer en zeg tot hen, tot de herders, zo zegt de Heer: wee de herders van Israël die zichzelf weiden. Moeten de herders niet de schapen weiden? Let op, nou komt het wat onze regering aan het doen is. Het vet eet gij, met de wol bekleed gij u, het gemeste slacht gij, maar de schapen weidt gij niet. Zwakken versterk gij niet, zieken genees gij niet, gewonden verbindt gij niet, afgedwaalden haalt gij niet terug en verlorenen zoekt gij niet. Maar gij heerst over hen met hardheid en geweldenarij. Dus niet goedschiks, dan maar kwaadschiks. Zij raken verstrooid omdat er geen herder is en worden tot voedsel voor al het gedierte des velds. Dan moet ik u gelijk een aantekening bij maken, want de theologen weten dat dus niet. Dieren des velds zijn volkeren buiten Israël. Onkruid. Die in massa's naar Europa komen en ons overstromen en ons kaal vreten. Ik hoorde van de week dat het Pools bijvoorbeeld de tweede taal is in Engeland. Nou, ook Engeland weet niet waar ze met het onkruid naartoe moeten. Wij Nederlanders ook niet. En we koesteren het, want we zijn er elke dag mee bezig om te bedelen om geld te verzamelen voor die dieren des velds. De EO is er heel erg goed in om maar beelden te maken in Afrika, hier uitzenden, uitvergroten en de Nederlander trekt zijn portemonnee. Maar ze kennen Ezechiël 34 niet. Dus omdat er geen herder is en worden tot voedsel voor het gedierte des velds. Moet je voorstellen dat wij blanken tot voedsel dienen voor de volkeren in Afrika en waar ook ter wereld. Zo raken zij verstrooid. Mijn schapen dwalen rondom alle bergen en op elke hoge heuvel. Over de gehele aarde zijn mijn schapen verstrooid zonder dat er iemand is die naar hem vraagt of zoekt. Daarom, gij herders, hoort het woord des Heren. Zo waar ik leef, zegt God, luidt het woord des Heren, omdat mijn schapen tot een prooi geworden zijn, omdat mijn schapen tot voedsel zijn voor al het gedierte des velds, dus voor de tweede keer, doordat er geen herder is, want mijn herders vragen niet naar mijn schapen, vragen nooit naar de verloren 10 stammen van Israël. De herders wijden zichzelf, mooie huizen, mooie auto's, en gaan ze verloren. Door. En hoe groter hun gemeente, hoe beter dat is, hoe meer je betaald wordt. Maar de schapen weiden ze niet. Daarom, gij herders, hoort het woord des Heren. Zo zegt de Heer, zie, ik zal die herders, halleluja, ik eis mijn schapen van hen terug. En ik zal een einde maken aan dat schapen weiden van hem. De herders zullen niet langer zichzelf weiden. Ik zal mijn schapen uit hun mond redden, zodat ze niet meer tot voedsel dieren. Want zo zegt de Heer, zie, hij zal zelf naar zijn schapen vragen en naar hen omzien. Zoals een herder naar zijn kudde omziet, wanneer hij te midden van zijn verspreide schaap is, zo zal ik naar mijn schapen omzien en ze redden uit alle plaatsen waar zij verstrooid zijn geraakt, let op de dag van wolken en duisternis. Ik zal ze midden uit de volkeren doen uittrekken, uit de landen bijeen vergaderen en ze naar hun eigen land brengen. Ik zal ze weiden op de bergen Israëls, bij de beek, beddingen en in alle bewoonde streken van het land. In een goede weide zal ik ze weiden en op de hoge bergen van Israëls zal hun weideplaats zijn. Daar zullen zij zich legeren op een goede weideplaats en zullen zij in vette weide grazen op de bergen Israëls. Ikzelf zal mijn schapen weiden. Ikzelf zal ze doen neerleggen, luidt het woord des Heren, de verlorene zal ik zoeken en de afgedwaalde terughalen. De gewonde zal ik verbinden, de zieke versterken. Maar de vette en krachtige zal ik verdelgen. Want er zijn onder die schapen natuurlijk ook lui die stikken van het geld, die zakkenvullers, weet je wel, aan de kop van de banken. En ook directeuren van woningcorporaties, roem ze op. U kunt ze zelf opnoemen. Al die goede organisaties die bedelen met die collecten langs de deur. Hebben allemaal een voorzitter die minstens 2 of 3 ton verdient.
Ik zal ze weiden zoals het behoort. En mijn schapen, zo zegt de Heere, zie, ik zal recht spreken tussen het ene schaap en het andere. Tussen rammen en bokken. Tussen Israël en andere volken. Is het u niet genoeg dat gij de beste weide afwijdt en de rest van de weide met uw voeten vertreedt? Dat gij het helderste water drinkt en wat overblijft met uw voeten vertroebelt? Want dat doen die lui aan de top, die multimiljonair zijn geworden. Ons vorstenhuis bijvoorbeeld is een multimiljonair. Drinken het rijkste wat er is en ze trappelen een beetje rond. En wat overblijft is voor ons. Moeten mijn schapen dan afwijden wat uw hoeven vertreden en drinken wat uw hoeven hebben vertroebeld? Daarom zo zegt de Heere tegen hem. Zie, ik ga zelf recht spreken tussen de vette en de magere schapen. Omdat gij al wat zwak is met flank en schouder wegdrinkt en met de horen stoot totdat gij ze naar buiten gedreven hebt. Zo doet onze regering dat. Ik zal mijn schapen verlossen, opdat ze niet langer tot een prooi zijn. Ik zal recht spreken tussen het ene schaap en het andere. Dan zal ik één herder over hen aanstellen die hen weiden zal. Mijn knecht David, Jezus, die zal hen weiden, die zal hun herder zijn. Ik, de Heere, zal hun tot een God zijn en mijn knecht David zal vorst wezen in hun midden. Ik, de Heere, heb het gesproken. Ik zal met hen een verbond des vredes sluiten en het wild gedierte uit de landen, uit het land wegdoen. Dus al die buitenlanders, al het onkruid gaat eruit. Zodat ze veilig kunnen wonen in de steppen en slapen in de bossen. Ik zal die, ja, al wat rondom mijn heuvel ligt, tot een zegen stellen. Ik zal regen doen neerdalen op zijn tijd. Zegen brengen de regens, zullen het zijn. Het geboomte des velds zal vrucht geven en het land zijn opbrengst. Veilig zullen zij in hun land leven en ze zullen weten dat ik de Heere ben. Wanneer ik de stammen van hun juk verbreek en hen bevrijd uit de macht van wie hen knechten. Dan zullen zij de volkeren niet langer tot prooi zijn. Het wild gedierte, dat onkruid der aarde, zal hen niet meer verslinden. Maar ze zullen veilig wonen zonder dat iemand hen opschrikt. Ik zal voor hen een plantengroei opschieten waarvan men overal spreekt. Zodat niemand in het land meer door honger zal worden weggerukt. En zij de smaad der volkeren niet langer te dragen hebben. En zij zullen weten dat ik de Heere hun God met hen ben en dat zij, en dan gaat het over het huis Israëls, de 10 verloren stammen, mijn volk zijn, luidt het woord van de Heere. Gij toch, zijt mijn schapen, de schapen die ik weid, gij zijt mensen, Adamieten, en ik ben uw God, luidt het woord van de Heeren. Een prachtig hoofdstuk. Als de diepe betekenis daarvan verstaan wordt, zal het blijdschap geven. Als men op de hoogte is met de internationale politiek, weet dat zij ons volk tot ondergang willen brengen. U kunt uw eigen gevolgtrekking maken en als dat op het woord van God gevestigd is, zal dat de waarheid zijn. Daarom moet u goed acht geven op dit hoofdstuk. Op de dag van wolken en duisternis, zoals een herder naar zijn kudde omziet, wanneer hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal ik naar mijn schapen omzien en ze redden uit alle plaatsen waar zij verstrooid zijn geraakt op de dag van wolken en duisternis. Vers 12. De zwartste bladzijde in ons volksbestaan, en daar besluit ik de kerk ook in, is de verwaarlozing van het profetisch woord van God. Het negeren voor wat de profeten hebben gezegd in de naam van de God van Israël. En dit gebeurt juist op het moment wanneer ons volk het hardst nodig heeft. Machtige dingen die voor ons beschreven zijn en bezig zijn om te gebeuren. Grote bedreigingen die boven ons hoofd hangen. Tenzij er een God en een verbond is waar wij op kunnen rekenen. Dan hebben wij geen hoop. Waar krijgen we die boodschap? Waar krijgen wij de vertroosting? Waar krijgen wij de verzekering en de redding? Niet in uw kerk of evangeliekring of waar u ook zit. U zult er vergeefs naar vragen. Want daarvoor heeft God dit hoofdstuk door Ezechiël laten opschrijven. Word wakker, schapen van Israël. We leven in duistere tijden, dagen vol angst. Grote onweerswolken zijn bezig
om boven ons volk samen te pakken. En veel erger dan het al geweest is in de geschiedenis. De oorlogen in de Perzische Golf heeft ons laten zien hoe de wolken van duisternis en verwoesting, met die Kuwait, die grote branden. We hebben het met onze eigen ogen op de tv gezien, terwijl we koffie dronken en er soms zelfs bij aten. Zoals vandaag aan de dag, hoe het in het Midden-Oosten daar de keer gaat. En ook in het continent Afrika. En wij gaan gewoon door met ons dagelijks leven. Een donkere wolk is ook de werkeloosheid die schrikbarend hoog is in ons land. Economisch staan wij zwak, ondanks andere geluiden. Nederland kampt met een groot financieringstekort. U moet niet verwachten dat de grootkapitalisten ons werkelijk uit de brand willen halen. Zij zijn juist uit op onze ondergang. Zij veroorzaken juist rampen en oorlogen in de wereld, zodat de volken op de vlucht slaan naar het westen, zodat zij door horde heidenen onder de voet worden gelopen. Zij plegen een te grote aanslag op onze sociale wetten, die haast door de eigen bevolking niet meer kunnen worden opgebracht. En zo vallen zij in handen van woekeraars. Zo heeft Ezechiël het gezien en doorgegeven. Zo waar ik leef, luidt het woord van de Heere, omdat mijn schapen tot een prooi geworden zijn. Omdat mijn schapen tot voedsel geworden zijn voor al het gedierte des velds. Woekeraars. Doordat er geen herder is. Want mijn herders vragen niet naar mijn schapen. De herders wijden zichzelf. Mijn schapen wijden zich niet. Het zijn de leiders die een nieuwe wereldorde voorstaan. Ons staatshoofdenaar regering zijn voorstanders van de eenwording van Europa. Maar dat is niet Gods wereldorde, maar die van Satan. De zogenaamde verlichten leiden deze vernietigingscampagne achter de schermen. Meneer Rutte en zijn consorten. Hij heeft nou een verbond gesloten met de socialisten. Dus twee goddeloze partijen hebben het nu in ons land te vertellen. Christenen, gaat uw broekriem maar aanhalen. Ezechiël 34 leert het ons dat. Zij streven naar een superwereldregering met superwapens in hun hand, zodat zij over de hele aarde heersen en wij hun slaven zullen worden. Ze zijn erop uit om West-Europa oorlog te maken in Bosnië, het Midden-Oosten, de Joodse staat Israël, dat wij moedeloos zullen worden aangeroepen om een sterke man die ons zou verlossen van deze puinhoop. Wij worden geestelijk, fysiek kapot gemaakt, gezinnen uiteengerukt, mannen tegen vrouwen en omgekeerd, zogenaamd zelfstandig onderling uitgevochten. Het huwelijk is een leeg ei geworden door alle samenlevingsvormen die zijn doorgevoerd. God uit ons volksbestaan verbannen. Er is een invasie van afgoden op gang gekomen, met als enig doel de God van Israël te tarten. Zijn volk wordt uitgeroeid door abortus en vermenging. Maar daar weet de doorsnee Nederlander niet van. En als het hun verteld wordt, geloven zij het niet. Ook nu niet, nou ik het hun vertel. Want andere goden hebben in ons land de koek verdeeld. Sport, geld, seks, valse religies, te veel om op te noemen. Wij zijn van een christelijke natie geworden, een volk die achter vele goden is gaan nalopen. Openlijk wordt God voor dood verklaard. Deze verschrikkelijke verbintenis en duisternis van zinnen, hiervan spreekt Gods woord. Hij spreekt duidelijk over de verbeelding in onze dagen. In Ezechiël 30 vers 3 staat, nabij is de dag van de Heere, een dag van wolken, het uur der volken zal dat zijn. Dit is de dag van de wederkomst van de gezalfde koning van Israël. Het zal voor de volken geen prettige dag zijn. Maar ook voor lauwe christenen geldt hetzelfde lot. Die volken die het oude Israël bedreigden, zijn dezelfde volken die ons nu bedreigen. Maar wij zijn blind voor onze Israël-identiteit. En dat zal ons kostbare levens kosten in de komende strijd.
God spreekt over de heidenaties die zich opmaken om ons te willen vernietigen. Hoe weet ik dat? Psalm 2 vers 1 en 3. Waarom woelen de volken en zinnen de naties op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Heere en zijn gezalfde, christenen. Waarom zult u vragen? Psalm 83 vers 4 tot 6 geeft een duidelijk antwoord. Zij smeden een listige aanslag tegen uw volk, Israël, en beraadslagen tegen uw beschermelingen. Ze zeggen, kom, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. Want ze hebben eensgezind beraadslag tegen u en een verbond gesloten. En daar wil ik er gelijk op wijzen dat het hier niet gaat om die Joodse staat, die Ezo-staat. Daar gaat het dus niet over. Het gaat over het werkelijke Israël, de 10 verloren stammen van Israël. Die wonen in Noordwest-Europa, in Amerika, Canada en Engeland. De heidenvolken ontvangen financiële steun en andere hulp van ons. En toch willen zij ons vernietigen. Maar het trieste van alles is, onze leiders zijn onze verraders geworden. Valse herders die Gods schapen verslinden. Werkelijk een dag van wolken en duisternis. Maar pas op, God zal ingrijpen, halleluja. Hij zal dan tussen zijn schapen staan als de goede herder. Als wij even stilstaan bij ons persoonlijk leven, dan zult u met me eens zijn dat in onze benauwdheid en donkerheid Jezus ons heeft gered en heeft ons overgeplaatst naar zijn koninkrijk van licht en vrede. Hij toont aan ons dat hij de goede herder is. Wonderlijk om over na te denken. Wanneer alles en iedereen ons heeft verlaten en aan de duisternis zijn overgegeven en ons bestaan van de goede herder, dan is de goede herder daar om ons thuis te brengen. Prijs zijn wonderlijke naam. Hij zoekt ons op, troost ons en richt ons weer op. En dit was voor een individu. Maar de profeten spreken over het ganse volk van God, de 12 stammen, uitgegroeid tot een menigte van volkeren. Daar gaat het om in de eindfase van de tijd, de heidenen tegen Israël. Dus de heidenen tegen de Israël, volkeren van God. Juist in de dagen van wolken en donkerheid zoekt de goede herder zijn schapen op om hen te redden uit de klauwen van verkeerde herders en andere wolven. Er komt een machtige volksbekering die nog nooit in de geschiedenis van Israël is voorgekomen. Het dal van dorre doodsbenen beschreven in Ezekiel 37 zal tot leven komen als Gods geest in hen wordt geblazen. Het zal gebeuren op het moment dat het huis van Israël, de 10 stammen, zegt, onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vervlogen. Het is met ons gedaan. Zijn heilige geest wordt dan in ons volk geblazen en een machtige herrijzenis uit de dood zal volgen. De profeet mag deze machtige woorden uitspreken. En de geest kwam in hen en zij herleefden en gingen op hun voeten staan, een geweldig groot leger. Vers 10. Dan zullen zij niet meer ieder zijn naaste en ieder zijn broeder leren, kent de Heere, want zij alle zullen mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des Heeren. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken, staat in Jeremia 31 vers 34. Dan zal het lieflijk en heerlijk zijn onder ons volk, want zij kennen dan de God van Israël persoonlijk. Dan zijn wij geen vreemdelingen meer onder onze eigen volk, want ze hebben dan God verbond verstaan. Dank God dat hij als herder te midden van zijn schapen zal zijn, om scheiding te maken tussen bokken en schapen, tussen heidenen en Israël. Dit alles gebeurt op de dag van wolken en duisternis, die nu reeds lang over ons is gekomen. Geen wonder dat Openbaring 1 vers 7 zegt, zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien, ook zij die hem hebben doorstoken en alle stammen der aarde over hem weeklagen. Ja, amen.
Dit vers omschrijft in niets misstaan te verstaan, in niet misstaan verstaande woorden, de echte en letterlijke terugkomst van de Heer Jezus. Dat is ook omschreven in 1 Thessalonicenzen 4, vers 15 en 16, Handelingen 1, vers 11, Daniël 7, vers 13 en 14. Zijn komst wordt vergezeld met een wereldwijde manifestatie van hemelse glorie rond de aarde, zoals nimmer tevoren bekend is geweest. En elk oog zal hem aanschouwen. Het zal geen lieflijke dag zijn. Hij komt met wolken van oordeel, wolken van wraak, wolken waarvan Satan zou proberen om zijn laatste veldslag Gods volk te vernietigen. Dit, de dag van wolken en duisternis, waarin Satan zijn uiterste best zal doen om zijn plan te doen slagen. Jezus is de enige die op die dag de wolken van duisternis kan oplossen in die van licht. Hij is de redder van de wereld. Dat is mijn God. Halleluja. Nederland, Israël, natie, Zebulon, krijgt uw kracht uit Gods woord. Want het wordt tijd dat die duisternis in ons land wegtrekt. Zie op uw God. Want hij zal op de juiste tijd zeggen tegen die wolken, stormen, zeggen, zwijg, wees stil. Hij gaf ons een voorbeeld in dat bootje op het meer. Soms lijkt het of dat God niet naar ons hoort. Maar vergis u niet. Israëls God slaapt nog sluimert. Kijk eens naar de aanklacht tegen de herders. Hoe komt ons volk in zo'n toestand? Hoe komt ons volk in een toestand van onkunde, zodat elke leerstelling vrij spel heeft en ons kan misleiden? Dat komt omdat de herders hun werk niet hebben gedaan. Omdat de herders niet op Gods schapen hebben gelet. Ze waren te druk bezig met zichzelf. God richt zijn waarschuwing tot de herders van Israël. Niet tot de leiders van de heidenen, maar tot zijn eigen mensen. Ezechiël 34, vers 1. Het woord des Heren kwam tot mij, mensenkind, Adamiet. Profeteer tegen de herders van Israël. Profeteer en zegt het hen tot die herders, zo zegt de Heren. Wee de herders van Israël die zichzelf weiden. Moeten de herders niet de schapen weiden? Zo is het gegaan. Zij weiden zichzelf. Zij krijgen de ene titel naar de andere. Dominee, dokter, dokter anders. Maar er komt geen enkel woord van voeding uit hun mond voor de schapen. Voor hen is Gods woord niet meer een licht op ons pad. Vers 3 zegt, het vet eet gij, met de wol kleedt gij u, het gemeste slacht gij, maar de schapen weidt gij niet. Geslachtenlang waren juist zij de hoge personen in onze maatschappij. Dit is het bewijs dat wij Gods volk zijn, omdat er in ons een ingeplante liefde voor hem en zijn woord in ons is. Daarom hebben wij onze herders gerespecteerd. Maar in al die tijd dat zij de macht over ons voerden, zijn de schapen steeds magerder en zieker geworden. Want het machtige woord van God is niet aan de schapen uitgedeeld. Laat staan ons gebed. Laat ons gebed dan zijn dat Israëls God ons wil horen in deze tijd. Vers 4. Zwakke versterk gij niet, zieke genees gij niet, gewonde verbind gij niet, afgedwaalde haalt gij niet terug, verloren zoek gij niet. Maar gij heerst over hen met hardheid en geweldenarij. Zij raken verstrooid omdat er geen herder is en wordt tot voedsel voor al het gedierte des velds. Ik heb al uitgelegd wat dat betekent. Daar hebben we prachtige studies over. Over deze zaken die de kerk verbloemt, verzwijgt. De Bijbel is in symbolische taal geschreven. Daarom moeten wij deze taal leren verstaan, om niet misleid te worden. Nu wordt ons volk die overspoeld wordt door verschillende ideologieën. Als we kijken naar de verschillende theologische verschillen, als u ziet hoe Gods volk gevallen is in afgoderij en overspel met andere goden van andere volken, 400 moskeeën in ons land bijvoorbeeld. Hoe komt dat toch? Wij geloven alles, behalve het levende woord van God. Diepe tragedie, omdat de herders niet gezocht hebben naar Gods schapen.
de opdracht van Matteüs 10, vers 5 tot 8, niet hebben uitgevoerd. Ja, naar de heidenvolken zijn zij wel gegaan en het brood van de kinderen Israëls gebracht, terwijl ons eigen volk geestelijk honger moet lijden. Afgescheept met drekgoden van andere volkeren. Nee, de schapen zijn ten prooi gevallen aan wilde dieren des velds. Vers 6. Wij schapen dwalen rond op alle bergen en op elke hoge heuvel. Over de gehele aarde zijn mijn schapen verstrooid, zonder dat er iemand is die naar hen vraagt of zoekt. Hoeveel van ons Nederlanders nemen het moslimgeloof aan en weer andere religies? Gods onterend hoe zijn volk wordt misleid door kerkleiders, ja, zelfs door de EO, die een andere Jezus predikt. Ja, zij maken zich druk om het evangelie naar de heidenvolken te brengen, maar zoeken naar Gods werkelijke kinderen? Nee. Terwijl sommigen uit de top wel weten waar het verloren huis van Israël zich bevindt, maar dit gewoon negeren. Zij kennen de boodschap van Israël in het Westen, maar willen dit niet verkondigen. Arme schapen, hoe worden jullie misleid? De EO is de enige zogenaamde positief christelijke omroep, terwijl de NCRV en de KRO openlijk afgoden dienen. Hun programma's worden zelfs door homo's gepresenteerd die voorgaan in samenkomsten. Wat een gruwel in Gods ogen. Nee, andere volken worden beëvangeliseerd, maar ons eigen volk laten zij de kou staan. Of men krijgt een evangelie zo slap als een buideltje thee waar al 10 keer thee van is gezet. Het is niet goed gesteld met ons land. Ik heb 10 jaar in het leger als heilsoldaat geweest. Die zijn druk bezig met soep en koffie uit te delen, behalve het evangelie. Wij worden niet gezocht, ons wordt niet verteld wie wij werkelijk zijn. Wij zijn Gods volk Israël. De Messias is voor ons aan het kruis gestorven om ons vrij te maken. Maar dat wordt ons niet geleerd. Hij is gestorven voor Israël, maar dit wordt verzwegen of ontkend. Jezus is losgemaakt van zijn volk en wordt als een algemene Jezus voorgesteld aan alle volkeren. Jesaja 53 vers 8 zegt, om de overtreding van mijn volk is de plaats op hen geweest. Wie was mijn volk? Israël, alleen Israël. Ons Israëlieten wordt ons erfrecht onthouden door een verkeerd evangelieverkondiging. Maar de Heere zal die valse herders van Israël. In dit kritieke uur van wolken en duisternis, waar wij Gods zuivere boodschap zo hard nodig hebben, geven de herders niet thuis. Ze leven zelf in de meest verwarde toestand uit onze geschiedenis. Daarom legt deze zaak zo aan mijn hart. Lees Galaten 3 vers 8. En de schrift die tevoren zag dat God de heidenen, dus de Israëlvolkeren die verheiden zijn, geloof rechtvaardig, heeft tevoren aan Abraham, onze voorvader, het evangelie verkondigd. In u zullen alle Israëlvolkeren gezegend worden. Maar onze tegenstanders komen dan met Galaten 3 vers 29. Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham en naar de belofte erfgenamen. Nu is in hun ogen de gewone schaap en wij schapen en nu slaan de herders ons. De herders die de kudde doen verstrooien, zichzelf weiden, maar niet de schapen. Zij willen ons onderuit halen met Galaten 3 vers 29. Je kan nooit door geloof je identiteit veranderen. Je kan niet zeggen ik ben door geloof een kind van Abraham geworden, want je bent niet uit Sarah geboren. Hey, theologen, denk nou eens een beetje na om die mensen zo verschrikkelijk te misleiden. Want wie is die gezalfde? Dat is de belangrijkste vraag. Israël is van de Messias. Want hij is de gezalfde koning van Israël. Niet van de andere volken. Jezus is Israëls God. Wie zijn de gelaten? Met wie spreekt Paulus? Gelaten 3 vers 23. Doch voordat dit geloof kwam, werden wij Israël onder de wet in verzekering bewaring gehouden met het oog op het geloof dat geopenbaard zou worden. Alleen Israël heeft van God een wet gehad. Wie werd er onder de wet bewaard? Wie heeft Gods wet gekregen? Lees Psalm 147 vers 10 tot 20. Hij heeft Jacob zijn woorden bekendgemaakt, Israël zijn inzetting en zijn verordeningen. Aldus heeft hij aan geen enkel volk gedaan. En zijn verordeningen kennen ze niet. Halleluja.
Met wie heeft de Heer een verbond gemaakt en deze vernield? Lees Jeremia 31, vers 31 tot 33. Zie de dagen komen, luidt het woord des Heeren, dat ik met het huis van Israël, de 10 stammen, het huis van Juda, de 2 stammen, dus niet met de Joden, een nieuw verbond sluiten zal. Nee, geen verbond met heidenen, alleen met Israël. Konden onze herders hun eigen taal maar lezen, dan konden zij ons Gods waarheid voorhouden. Nu spreken zij een taal die door niemand is te verstaan. Geestelijke waartaal spreken zij nu. Er is maar één volk onder de wetten, dat van Israël. Dus waren de gelaten, de verstrooide Israëlieten, die tot heidenen geworden zijn van het huis van Israël. Dus als wij gelaten 3 vers 23 goed doorlezen, staat er, doch voordat dit geloof kwam, werden wij onder de wet, Israël, in zekere bewaring gehouden met het oog op het geloof. Er is hier dus geen sprake dat wij door geloof een kind van Abraham zijn geworden. Nee, er staat voordat dit geloof. Dus met andere woorden, wie zijn deze mensen die gelaten waar Paulus het aan heeft geschreven? Voor wie geldt gelaten 3 vers 29? Dit waren Israëlieten van geboorte. Want de wet is een tuchtmeester voor ons tot Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. Wie moest gerechtvaardigd worden? Israël. Alleen over Israël spreken de profeten. Hou op, theologen, om te liegen tegen uw kerkvolk. De gehele wet en profeten leidt Israël tot de Messias. Zij vertellen hoe Israël van hun zonden zou verlost worden. Hoe God zijn volk zou vrijkopen. Dit evangelie is aan Abraham verteld en geopenbaard. Maar dit evangelie hoor je niet in onze kerken. Daar hebben de herders geen weet van. De Messias heeft Israëls zonden op het kruis gedragen en zijn volk verlost. Halleluja, dank u Jezus. Dit vertelt onze schrift. Israëls God heeft zijn volk naar zijn volk omgezien. Maar daar willen de Nederlandse herders niet van weten. Zij creëren een eigen volk, bestaan uit alle volken en rassen waarin Israël niet past. Dat is de tragedie van onze tijd. Ons volk is zelfs slaven geworden van de heidenen die onder ons zijn. Mensen uit andere volken zitten in ons parlement. Wat een gruwel. Onder de politie en noem andere instanties maar op. We hebben zelfs een stuk onkruid als burgemeester. En daar worden wij geplaatst onder deze heidenen. Voor radio en tv geldt hetzelfde. Gods volk wordt geknecht, maar weet het niet. Terwijl wij als koninkrijkskinderen behoren te regeren. Wij zijn de kinderen van Abraham. Aan ons behoren al de beloften die in Jezus ja en amen zijn. Maar ons volk krijgt dit niet te horen. Werkelijk, wij leven in de tijd van wolken en duisternis. Maar God zal zelf naar ons omzien. En ons uitleiden uit deze geestelijke onderdrukking en slavernij. Hij zal onze erfenis terugbrengen. Waar het behoort, namelijk bij Israël. De opzet van alle valse leringen en leraars van Israël, die in slavernij is gevallen als gevolg van hun eigen ongehoorzaamheid. Ons denken is verziekt door valse herders met hun leringen en er heerst alom verwarring onder ons volk. Hoeveel kerken en groepen bestaan er die zeggen, wij hebben de waarheid. En onderzoek met hun leringen, dan klopt het niet met de schrift. Eigen theologie en waandenkbeelden brengen zij als evangelie. Daarom kan alleen de Heer ons redden en verlossen van die valse herders. Bedenk goed, de Heer spreekt tot de herders van Israël, niet tot die van andere volken. Sta daar eens bij stil. Vraag aan de Heer om uw ogen te openen. Het is de belofte van de schrift dat hij zijn heilige geest zal uitstorten over Israël als natie. Wij als de Ecclesia, wij als kwartiermakers van Israël, wij moeten ons inzetten voor de waarheid van die Messias, wat wij doen naar ons vermogen. Al vele jaren zijn er onder ons volk mensen die deze Israëlwaarheid, die wij verkondigen, verkondigen. Zij hebben Gods waarheid lief en strijden voor de waarheid Gods. Woord voor woord wordt tot volk gebracht, keer op keer. Wanneer zal ons volk het verstaan?
als de herders onder leiding van de Heilige Geest zijn woord zullen brengen. Daarom zegt Ezechiël 34 vers 7. Daarom, gij herders, hoort het woord des Heren. God spreekt met de herders van Israël. Alleen zij horen nog niet. God gaat verder. Zo waar ik leef, luidt het woord van de Heren. Heren, mijn schapen zijn tot prooi geworden, omdat mijn schapen tot voedsel zijn voor al het gedierte des velds. Doordat er geen herder is. Want mijn herders vragen niet naar mijn schapen. De herders die zichzelf weiden. Maar mijn schapen weiden zij niet. Zij worden opgevreten door verkeerde leringen en leiders. Omdat mijn herders niet naar mijn schapen omzien. Daarom is Gods kudde verstrooid over de ganse aarde. En om in ons eigen land te blijven, grazen Israëls schapen op weiden van afgoden onder leiding van valse herders. Want zij weiden zichzelf. Maar de Heere heeft gesproken in vers 10. Zo zegt de Heere, zie, ik zal die herders. Ik eis mijn schapen van hen terug. Ik zal een eind maken aan dat schapenweiden van hen. De herders zullen niet langer zichzelf weiden. Ik zal mijn schapen uit hun mond redden, zodat zij niet meer tot voedsel dienen. Kijk nu eens naar Jeremia 23 vers 3, waar ook gesproken wordt tegen de herders van Israël. En ik zal de rest van mijn schapen verzamelen uit al de landen waarin ik ze heb verdreven. Ik zal hen doen wederkeren naar hun weide en ze zullen vruchtbaar zijn en zich vermeerderen. Ten spijte van de valse herders blijft de Heer Jezus de opperherder. Ezechiël 34 vers 11 tot 14. Want zo zegt de Heer, zie, ik zal zelf naar mijn schapen vragen en naar hen omzien. Als een herder naar zijn kudde omziet, wanneer hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal ik, Jezus, naar mijn schapen omzien, ze redden uit alle plaatsen waar zij verstrooid zijn geraakt op de dag van wolken en duisternis, de dag waarop hij terugkeert. Ik zal ze te midden uit de volken doen uittrekken, uit de landen bijeen vergaderen en ze naar hun eigen land brengen. Ik zal ze weiden op de bergen van Israëls, bij de beekbeddingen in alle bewoonde streken van het land. Wat een geweldige beeldspraak van God. Wat een majesteit. God zegt, zo waar ik leef. Kan de Heere God het nog duidelijker uitdrukken? Kan hij hoger gaan als dit? Nee, hoger kan niet. Daarom luister naar deze uitspraak van hem die Israëls redding heeft voltooid. Dit alles staat ons volk te wachten. Vervuld met de Heilige Geest. Alle nutteloze leringen en afgoden weggedaan uit ons volk. Zodat alleen de gezalde koning van Jezus overblijft. Die de grote zegen die onder ons volk te deel zal vallen. We hebben het niet verdiend. Puur genade. God heeft een onherroepelijk verbond met Abraham, Isaac en Jacob gesloten. En daarom zullen wij het koninkrijk van priesters zijn, een heilige natie, goden ten eigendom. Nogmaals, vers 15. Ik zelf zal naar mijn schapen weiden. Ik zal ze doen neerleggen, luidt het woord van de Heer. De verlorenen zal ik zoeken, de afgedwaalden terughalen, de gewonden zal ik verbinden, de zieken versterken, met de vette en krachtige zal ik verdelgen. Ik zal ze weiden zoals het behoort. Pas op, miljonairs onder ons volk. God komt eraan. Ben je triks van wat je met je miljarden naartoe? Je kan ze niet meenemen. Tot aan de wederkomst van de Messiasdag, de dag van wolken en duisternis, heeft hij herders aangesteld, omdat hij de mens wil herstellen als medearbeider van hemzelf. Maar de meesten waren helaas vals en hebben Gods volk langs verkeerde wegen geleid, weg van Gods woord, de goede dingen ingesloten. Een waarschuwing is op zijn plaats. Het goede is de vijand van het beste. Er wordt zogenaamd goed gedaan. Het klinkt zo vroom, maar het is ook de waarheid. Het beste is nog altijd de volle raad van God. Dat heeft God zo beslist. Wat is het goede en het beste? Dat Jezus Christus zijn leven voor Israël heeft gegeven en de zonde van zijn volk heeft gedragen in zijn vlees. Opdat Israël kan herrijzen uit de dood. Zie Ezechiël 37. Dat is het goede nieuws. Wordt dit gebracht in uw kerk? Jezus is de goede Heer van Israël. Jezus zal met en door Israël
de hele aarde terugbrengen naar de Vader van Israël, zegt hij volgens 1 Johannes 3 vers 1. Ziet welke liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en we zijn het ook. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij hem niet kent. Geliefde, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard wat we zullen zijn, maar wij weten dat als hij, Jezus, geopenbaard zal zijn, wij hem gelijk zullen wezen, want wij zullen hem zien gelijk hij is. Wat een belofte. Hij is de eerste uit de doden. Hij is onze broer. Dit wordt ons voor ons weggehouden. Onze identiteit als Israëls kinderen. Want God is de Vader van Israël. En dit wordt verzwegen. Lees vers 19 tot 21 in diezelfde brief van Johannes. Wij weten dat wij uit God zijn. En de gehele wereld ligt in de boze. Doch wij weten dat de Zoon van God gekomen is. En ons inzicht gegeven heeft om de waarachtige te kennen. En wij zijn in de waarachtige, in zijn Zoon Jezus, de gezalfde koning van Israël. Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven. Kinderkens, wacht u voor de afgoden. Dit evangelie moet gepredikt worden. Wie is de waarachtige die wij moeten kennen? Dat is de gezalfde koning van Israël. Zijn naam is Jezus. Hij die zijn volk redt. Hij is gekomen om de verloren te zoeken. Wie was zoek? Alleen Israël. Laten we niet zijn als de Emausganger. Die zeiden, wij echter leefden in de hoop dat hij het was die Israël verlossen zou. Maar, dan zegt Jezus, o onverstandig en trage van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben. Moest de Messias dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? En hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit wat in al die schriften op hen betrekking had. Deze twee Emausgangers waren discipelen van Jezus. Hoe komt het dat zij hoop hadden op de verlossing van Israël? Omdat Jezus het hun in die 3,5 jaar had geleerd. En toch zeiden zij, wij leefden echter in de hoop dat hij het was die Israël zou verlossen. De herders van vandaag verkondigen dat hij gekomen is om de wereld te verlossen. Zij zeggen, Jezus is gekomen om alles te verzamelen, blank, zwart, geel, bruin. Dit hadden de Emausgangers niet. Zij verwachten naar de schrift de verlossing van Israël. Dit is de centrale boodschap van de schrift. Jezus geeft hun antwoord naar de schrift, vers 25. Weten wij wat de profeten gesproken hebben? Wanneer was het dat u een preek gehoord hebt uit Ezechiël 34, waarin alles wat op Israël betrekking wordt uitgelegd? Maar de realiteit is anders. Voor vele herders is het Oude Testament een gesloten boek afgedaan als verhalen. Niet meer van toepassing op vandaag de dag. Maar in het Oude Testament ligt onze opleiding naar de Messias, de gezalfde koning van Israël. En zijn volmaakte raadsplan met de wereld. Vanaf Mozes en verder ligt de rijkdom van zijn belofte aan Israël. Jezus heeft uitgelegd wat op hen betrekking heeft. In vers 44 van Lucas zegt Jezus het volgende. Hij zei het hem, dit zijn mijn woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Alles wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en profeten en psalmen moet vervuld worden. Dus ook Ezechiël 34. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. Mijn vraag is aan u, heeft de Messias ook uw verstand al geopend om de schriften die op hem betrekking hebben te verstaan? Hij zal op de dag van wolken en duisternis tussen zijn schapen zijn. Daarom, Israël van God, kijk om u heen wat er allemaal gebeurt. Onderzoek de schriften, want uw verlossing hangt daarvan af. Want de dagen van donkerheid en wolken worden steeds erger. Geef u over aan Gods woord en leef daaruit. Want in de benauwdheid van Jacob zal hij u redden. En dan komt Ezechiël 34 vers 23. Dan zal ik één herder over hen aanstellen die hen weiden zal.
En dan gaan we verder. En zij zullen weten dat ik de Heer hun God ben. En dat zij het huis van Israël, de 10 stammen, zijn, luidt het woord van de Heer. Gij toch zijt mijn schapen, die ik wijd. Gij zijt mensen, ha Adam. Ik ben uw God, luidt het woord van de Heer. Wat hebben de valse herders gepredikt? Dat alles gelijk geschakeld is en dat er geen onderscheid is tussen volkeren en Israël. En Israëls erfenis wordt gegeven aan de niet-Israël volkeren. Hoe verschrikkelijk. Kijk in ons land, alles wordt over één kam geschoren. Er is geen onderscheid meer. Alle goden gelijk, alle volkeren gelijk. Waar is nu Ezechiël 34? De valse herders hebben Gods plan buiten de kerk gehouden. Maar God is getrouw. Hij zal zijn woorden houden. Hoe troebel het water ook mag zijn. God zal zijn woord naar waar maken. Paulus schrijft een belangrijke boodschap aan Israël. Herstel. Petrus schrijft een belangrijke boodschap aan Israël. 1 Petrus 2 vers 25. Want gij waart dwalende als schapen. Maar thans heb gij u bekeerd tot de herder en hoeder van uw zielen. Is dat waar in uw leven? Kent u Jezus als de goede herder van Israël? Kent u uw Israël-identiteit? Petrus kende de opperherder van Israël persoonlijk. Hoe voor ons is het mogelijk, ook voor ons is het mogelijk, om deze Jezus te leren kennen als de verlosser van Israël. En als u van Israël bent, dan is hij ook uw verlosser. Na de dag van wolken en duisternis komt Jezus de Messias om zijn schapen te vergaderen. Bent u daarbij? 1 Petrus 5 vers 4 tot slot. En wanneer de opperherder verschijnt, zult gij de onverwerkelijke krans der heerlijke erfenis verkrijgen. Een diep, belangrijke, profetische boodschap was dit. Eigenlijk te kort, te lang om in deze korte tijd om dat allemaal uit te diepen. Maar daarom heb ik ook een boekje geschreven. Dat alles wat ik hier verteld heb hier in staat. Ook dat zal ik op onze website duidelijk weergeven. Ik hoop dat mijn volksgenoten kennis zullen nemen van het profetische woord. En dat ze naastig op zoek zullen gaan naar Jezus, de Messias van Israël. En dat ze hun kwade herders van zich afschudden. En trek u niks aan van onze overheid. Die alleen hun eigen fouten willen verdoezelen. En hun eigen zakken willen vullen. Van Paleis Huis ten Bosch tot aan de jongste bediende zijn ze er allemaal mee bezig. Ze liegen en bedriegen u van alles voort. En uw kerkelijke herders doen daar nogal mee. Maar al die herders zullen door God op het matje geroepen worden. Dat is onze enige hoop en troost. Bid dat wij met z'n allen goed bevonden zullen worden als onze koning verschijnt op de dag van wolken en duisternis. Ik weet het, het was geen lieflijke boodschap, maar ik moest hem wel brengen. In Jezus' naam. Amen.